English, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Oké. Okay. Op het leuk, hè? Je ziet dus, we rijden dus een hele smalle straat heen. En dan zie je allemaal mensen heen en weer rijden. Omdat ze langs de andere auto willen kijken hoe lang het nog duurt voordat ze door kunnen. Resulterende dat iedereen aan het slingeren is. Ja, allemaal auto's die eventjes geparkeerd staan. Ja. Om eventjes 3,5 uur in een café te zitten. Of roti te halen. Wat een leuke buurt, joh. Oh, nu zie ik waar we zijn. Het is hier best leuk, hoor. Het is opgeknapt. Ik woonde hier vroeger in de buurt. Toen was het hier niet zo leuk. Of hier viel het wel mee, want ik woonde daar iets verderop. Dat was een afbraakbuurt. Dat was echt best ruig, was dat. Oh. Dat vond ik toen trouwens heel erg leuk, hoor. Dus het, ja, pas helemaal bij de punk insteek. Maar ik hoef daar nu niet meer te wonen. Maar het is opgeknapt allemaal. Ja, want we zitten nu wel bij het Oosterpark. Ja, dat is het Oosterpark. Het Tropenmuseum. Welkom. Anywho, maar heb jij nog een interessante topic? Nou, ik heb eigenlijk dus alleen maar... Ja, ik ben dus daar op dat congres geweest. Ik heb nog gezocht naar andere topics, maar niet meer echt gevonden. Nou, ik had er over dat Twitter, had ik nog wel... Ja, wat moeten we daarmee? Van wat zijn de alternatieven eigenlijk ook? Ja. Wat kan je dan doen als je niet meer kan twitteren? Ja, er is die een, dat ene alternatief wat in de wereld was geholpen. Dat was een Kickstarter project. Dat app.net. Ja. Ja. En ik heb dus betaald. En ik moet je eerlijk bekennen, daar heb ik er nooit meer naar gekeken. Oké, okay, ja. Ik heb het wel geïnstalleerd. Ik kijk ook elke dag. Ik volg een aantal mensen. Oké. Okay. Misschien moet ik daar ook naar publiceren. Oh, ja, het zijn er niet zoveel. Dus het zijn er maar... Het zijn gewoon heel weinig mensen die er zijn. Ja. En nog minder die er gebruik van maken. Dus dat is eigenlijk de idealistische insteek van... Nou, mensen willen inderdaad betalen voor goede producten. Hey, ja, value. Nou ja, wat ze... Het is niet dat het... Het idee is niet speciaal dat ze voor altijd betaald blijven. Oh? Wat ze wilden minimaal €500.000 om te experimenteren. Dat hebben we nodig om een goede API neer te zetten en om een goed product te kunnen maken waarmee we kunnen testen. Ja, ja. Dus het is niet zozeer dat het... Want dat was een beetje de perceptie van dat ze zeggen van... Nee, dat is nou, wij zoeken een ander businessmodel dan een Twitter of ja, een Facebook. Ja, dat zoeken ze ook, maar het is nog niet zeker wat dat wordt. Ah, oké. Okay. Ze hadden gewoon €500.000. Nou, het zou best kunnen dat het een tientje per jaar wordt. Ja. Tientje per jaar, zo een stuk. Ja, maar nu was het insteek was 50, hè? Ja. $50. $50 per jaar, dat is best veel geld. Ja. Ja, ik heb het wel betaald.